koffie verkeerd, maar begin de dag goed. Ik heb trouwens een koolsalade. Sorry, ik ga klagen, maar ik heb echt totaal niet goed gegeten. Mijn auto is lekker schoon, ik ga nu snel naar huis. Ik ben net thuis en ik heb een pakketje gekregen van mijn vriendin. Ik ben echt benieuwd wat erin zit. Nou ja, stiekem weet ik het eigenlijk wel. Ze heeft me een boek opgestuurd. En ik ben heel erg blij met deze boek. Want met deze boek gaan wij gezamenlijk, het gaat trouwens om mijn beste vriendin Nedda, die komt nooit voor in mijn vlogs, onze doelen behalen. Ze heeft het helemaal laten inpakken. Laten we dit samen flikken. Dit jaar wordt ons jaar Nedda. So cute! Ik heb net dus ook boodschappen gedaan. Ik laat jullie even zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb aardbeidjes gekocht. Dat is lekker bij Griekse yoghurt. Want het is het enige zelf wat ik mag bijna. Ik heb, oh dat mag ik trouwens ook. Ik heb bio amandelmelk gekocht. Ongezoet. Ga eens weg, dikzak. En ik heb bio kokosnootmelk gekocht. Ik heb sla gekocht. Want die ga ik vandaag gebruiken bij mijn avondmaaltijd. Ik wil vandaag Mexicaans eten en ik mag geen koolhydraten. Dus dan ga ik sla weggebruiken. Ik heb bakjes gekocht. Omdat ik weet dat ik niet ga overleven buiten anders. Als ik buiten moet eten. Want die nou niet doen. Als het niet, als het niet lukt bij Laplace. Dan gaat het wel echt heel erg moeilijk worden, denk ik. Dus ik heb bakjes gekocht. Ik heb één biologische komkommer gekocht. Ik ga de laatste alleen maar voor bio dingen. Ik heb biologische roomboter gekocht. Ongezouten. Die mag ik ook. Ik heb koffie gekocht. Ik heb jalapeno's gekocht. En dat is ook voor mijn avondmaaltijd. Ik heb een heel leuk recept gevonden. Ik ga stuk. Ik heb... schoonmaak. Hallo! Hallo, je jasje is ook echt vies. Ik ga hem denk ik eraf doen vandaag. Ga weg! Ik heb schoonmaakdoekjes gekocht omdat ze in de aanbieding waren. En ik vind deze heel erg fijn. Ik heb tomatenpuree gekocht. Want die ga ik denk ik vandaag ook in mijn avondgerecht gebruiken. En ik heb de Linda gekocht. En om eerlijk te zijn vind ik het echt een heel erg tof blad. En koop ik hem bijna altijd als ik in de supermarkt de nieuwe zie. Ik vind het gewoon tof. En daarnaast, het onderwerp van deze Linda is eten. En drie keer raden waar ik van hou. Zo, ik ga nu even mijn gembershotje drinken. Ik ben er nog steeds verslaafd aan. Dat doet mijn lichaam zoveel goed. Dit is eigenlijk een natuurlijke antibiotica. Ik kan er echt veel beter tegen aan het begin, merk ik. Hij eet de laatste tijd trouwens ook gezonder. Maar hij mag gewoon veel meer eten dan ik. Hij heeft ook echt veel lekkerder eten. En ik kook trouwens de laatste tijd echt elke dag in huis. Omdat ik daar gewoon meer van geniet. En zoals je ziet kan ik bijna niet buiten eten. Dus maak ik voor hem eigenlijk elke keer apart eten. Gisteren had ik bijvoorbeeld deze paprika tortillas voor hem gemaakt. En die zijn echt super lekker volgens hem. Ik mag deze helaas niet. En deze heerlijke bulgur met tomatensaus, waar ik echt heel veel zin in heb. Maar die mag ik ook niet. En die had hij met kip gegeten. En dit is mijn ontbijt vandaag. Na mijn mislukte Laplace maaltijd. Lekker Griekse yoghurt met fruit. Ik ga echt stuk om dit. Mensen die zeggen dat ze soms vergeten te eten, zou ik niet snel tot mijn vrienden rekenen. Ik ga stuk. Dit geldt ook voor mij, sorry. Ik ga nu even snel editen, want ik wil een nieuwe vlog morgen. En ik heb nog een pakketje binnen. Ik heb namelijk mijn nieuwe haarproducten binnen. Daar ben ik ook echt super blij mee. En ik ben ook echt super nieuwsgierig of ik mijn krullen wel mooi krijg met deze producten. Maar ik hou jullie even op de hoogte. Ik ga het nu vandaag niet doen, want ik heb vandaag gewoon lekker mijn haar opgestoken. Ik vind het heerlijk. Ik ga zo ook koken. Dus ik probeer ze morgen uit. Ik ga ze wel alvast uitpakken. Want ik ben heel erg benieuwd hoe groot ze zijn eigenlijk. Want ze waren fucking duur. Zo, eindelijk klaar met editen. Dus ik ga hier achter even snel opruimen. Nessie komt zo thuis. Ik heb hem net aan de telefoon gehad.
Dus ik ga het wel opruimen en ik ga nog even iets lekkers maken voor tussendoor. Het is rond 3 uur nu. Alles is schoon, behalve deze pan. Deze pan past er niet meer in. En ik ga nu lekker een omeletje maken voor Nessim. Nessim is net weg. En ik denk dat ik je even ga laten zien wat ik laatst allemaal heb gescoord in de Zara sale. Dat is niet zo heel veel hoor. En de meeste dingen zijn echt gewoon basic. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ga meteen beginnen met waar ik het meest blij mee ben. En dat zijn deze schoenen. Kijk hoe leuk. Kijk. Deze hakken heb ik gescoord in de Zara sale. En deze staat hier 29,99 op. Waren bij de kassa uiteindelijk 19,99 geworden. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Echt tof. Verder heb ik een truitje gescoord. Uit gewoon lekker chill. Die kost 5,99 euro. En dat is deze zwarte. En ik vind die heel erg mooi boven een rok. Want het heeft zo'n detail bij je taille. Ik heb hem nog niet gepast. Het is een maat M. Maar deze kost 7,99 euro. Die leek me heel erg mooi als je die aan hebt. Verder heb ik een blauwe trui gekocht. Met lange mouwen. Ik vond de kleur eigenlijk gewoon mooi. Deze kleur staat me altijd heel erg mooi. Daarom blijf ik hem kopen. En deze is 9,99 euro. Deze heb ik een maat S van gepakt. Jurk. Met lange mouwen. Maar ik ben van plan om deze zeg maar met een panty te combineren. Deze lijkt me echt super mooi. Ik heb hier een maat M van. En deze was 7,99 euro. En dat is echt zo'n jurkje van als je ergens naartoe gaat en je weet echt niet wat je aan moet doen. Dat je denkt van gewoon het jurkje, hoppa, zwarte laars eronder. Simpel. Hup. Verder heb ik nog een zwarte trui. En deze is trouwens niet van de sale. Deze is 20 euro. Zo'n trui met lange mouwen. En er is hier dus bij je borst is er een soort van gat. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Jullie begrijpen het idee. Maar ik vond deze heel erg tof. Als laatst. Nu weet ik achteraf niet waarom ik deze heb gehaald. Maar goed, volgens mij vanwege de prijs. Maar ik heb ook deze top gehaald. Zo'n witte top met zo'n V-halsje. En ja, ik weet niet. Ik vind hem eigenlijk niks aan. Nu achteraf. Maar deze was 3,99 euro. En volgens mij heb ik hem daarom gehaald. Soms denk je van, een topje. Echt lelijk. En dan is die 3 euro en denk je, ik kan ermee door. En nu moet Dina weer even storen. Echt waar. Dit is echt een grote. Ik ga lekker gekruide pittige gehakt maken. Die ik straks in een slaatje ga doen met jalapeno's en een lekkere kaassaus. Maar dat zien jullie straks allemaal. Als eerst knoflook met chilipeper in olijfolie bakken. Ik heb net de paprika en de bosuitjes toegevoegd. Het ruikt al super lekker. Gehakt erbij en dan doe ik in principe alle kruiden erbij die ik lekker vind. Om door gehakt heen te doen. En dan een beetje tomatensaus. Misschien nog pittiger maken. En dat is het eigenlijk. Ik ga nu even deze sla wassen en ze klaarleggen op een bord. Zo, mijn pittige gehakt in een beetje tomatensaus is klaar. Ik laat hem nu een beetje afkoelen, want hij is nu echt veel te warm. Zo, de gehakt zit in de sla. En de kaassaus zit er overheen. Ziet er niet zo lekker uit als op Instagram. Maar het gaat om het idee. En dan lekker jalapeno's eroverheen. Ik hoop dat het lekker wordt, jongens. Nou, dat ziet er toch heerlijk uit. Dit is dus het eindresultaat. Pittige gehakt in sla met een kaassausje en jalapeno's. Moet jullie wel eerlijk zeggen, op Instagram zag het er veel mooier uit. Jongens, het is zo belachelijk lekker. Je moet het echt uitproberen. Heerlijk. Ik heb weer gekookt en het is hier weer een rotzooi. Ik snap echt niet hoe mensen dat doen met gezinnen. Want
Ik kan het al amper bijhouden, oh mijn god. Dina is trouwens weer helemaal fit. Zo fit dat ze Lira weer aanvalt. Ja? Oh, wie hoor je daar? Lira, hè? Kiet je op, kiet je op. Ik ben net aangekomen bij Honey. Ik heb me ondertussen opgefrist. Ik heb een andere truitje aangedaan. En ja, dat vind ik wel lekker na het koken. Anders vind ik het een beetje vies. Wat ik wou zeggen, het eten was echt normaal en verrassend super lekker gewoon. Ik heb er echt van genoten. En ik heb nu echt een verzadigd gevoel. Ik heb totaal geen trek meer. En ik kan echt, zeg maar, denk ik zonder eten voor de komende 4 uur of zo. Ik ga nu even een theetje drinken bij Honey. Die voelt zich al een paar dagen niet zo lekker. Dus ik dacht, ik ga er even langs. Ja, yeah, that's it eigenlijk een beetje. That's it. Wou ik nog wat zeggen? Nee, volgens mij niet. Voor een keer een andere lipkleur op. En deze vind ik ook echt super mooi. Dit is Dolce K van Kylie, voordat de vragen komen. En hier heb ik Bare op. Dat is een liquid lipstick ook van Kylie. Ik heb laatst mijn vlog gezien en ik ben echt zo bleek. In het echt ben ik al bleek, maar op beeld ben ik nog 10 keer bleker. Dus ik wil echt, ik zweer, het jeukt echt zo erg. Ik wil zo graag onder de zonnebank. Niet normaal. Inmiddels ben ik weer thuis. Kom. En wij gaan de jacket afdoen van Dina. Ik kom eens uit mijn woorden. Zij gaat zo blij worden. Oh, zij gaat het zo heerlijk vinden. Dina! Oh. Oh. Is niet leuk. Ja, niet zo wild. Deze? Jacket kit! Zo, we laten haar even los. Even kijken hoe het gaat. En anders doen we hem wel weer aan. Maar volgens mij vinden ze het echt zo fijn. Oh, lekker hè? Die kat van Tomer was maar 9 dagen, weet je. Echt? Ja, dan mag het bij Dina ook al af. Oh, hey, hallo! Ze is wel echt wild geweest. Wow! Oké. Oh. Weet jij zo bang voor bent? Ja. Als ze op die paal gaat en ze schuurt aan haar mond of zo, dat het open gaat. Ja, ze is wel heel wild, vind ik. Ik ga nog even lekker water drinken en deze aardbeien opeten. En dan ga ik lekker rustig aan mijn bed. Dus ik wil hierbij ook mijn vlog afsluiten. Zo, je stoort mij! Ik wil hierbij ook mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit hebt. Oh, je hebt aardbeien! En tot morgen. Die aardbeien zijn van mij. Altijd pak je mijn fruit af. Altijd. Het is wel echt lekker, man. Ja, ik ben altijd echt lekker.